Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Voort. En het is weer een nieuwe week. Het is vandaag maandag, 3:30. Vanochtend was mijn neefje er. En het was super gezellig, dan gingen we varen en eten. En ik heb gewoon niet gevlogd. Ik heb me net pas omgekleed, de douche klaargemaakt. En ik heb een TikTok geplaatst, want ik wil actiever zijn op TikTok. Ik wil echt actiever zijn op TikTok, want ik vind het echt een fucking leuke app. En ik zit er 24/7 op. Dus ik dacht, weet je, ik ga het zelf ook gewoon doen. Maar... ja, ik moet over een uur dus werken. Ik wil eigenlijk nog mijn scooter schoonmaken, want hij is echt super vies geworden. Ik weet nog niet of de beelden van mijn nieuwe scooter weg zijn. Volgens mij dus wel. En ik heb een scooter bij Vespa Designers. Echt top. Ze customizen helemaal je scooter en hoe jij het wil, helemaal in detail. Dus dat is super leuk. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Voort. En ik heb vandaag weer een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. Voor mij doen best wel vroeg. Ik heb denk ik in weken niet zo vroeg opgestaan. 9:00 ochtends. Maar ik ga een keertje werken in de ochtend. Ik moet namelijk overdag de rollen doen. En normaal begin ik om 1:00. Maar je kan ook gewoon eerder beginnen als je wil eigenlijk. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon eerder beginnen. Want dan heb ik tenminste wat aan de dag. Anders ben ik aan het rijden van 1 tot 3 of 4. En dan nu van 10 tot 12, 1. Nou, dat is natuurlijk veel, veel chiller. Ik ga even een koffietje nemen en dan ga ik er denk ik gewoon heen. Want ik heb totaal geen honger nog. En dan gaan we zien wat de dag brengt. Zo, het is inmiddels 12:30. Ik ben klaar met werk. En ik ga nu naar huis en mijn scooter. En ik ga even kijken wat ik ga doen. Ik heb echt geen idee nog. Jezus, luid. Ik ben inmiddels al een tijdje thuis. Ja, ik heb echt geen schijt gedaan. Ik had net even een broodje gegeten. Ik ben echt weer wit geworden. Ik was echt lekker bruin en ik ben weer helemaal wit. Ik ga even dingen voor school kijken. Ik heb namelijk mijn klas. En ik ken één meisje uit mijn klas. Dus daar zat ik namelijk vorig jaar ook bij in de klas. Verder ken ik mijn klas niet. Ik heb gewoon weer online lessen vanaf volgende week. Ik heb ook mijn rooster. Dus ik ga even mijn rooster checken op mijn laptop. En alles even kijken. Want ik ben super benieuwd. En ik heb een super leuk pakketje gekregen van Cupshe. Ik heb van hun vaker bikinis gekregen. En die heb ik nu weer gekregen. Dus die zou ik deze weekvlog ook laten zien. Die laat ik sowieso nog zien in deze weekvlog. Ja, ik ga gewoon even dat allemaal voor school regelen. Ik ga vanavond koken. Ik ga lekker pasta maken. Met champignons en roomsaus en zo. En paprika denk ik. Ja, verder ga ik niet heel veel doen. En ik heb donderdag school dat ik moet inleveren. Echt fucking raar. Gewoon midden in de vakantie. Maar ga ik morgen mee maken. Want ik ben morgen de hele dag vrij. Oké, ik heb dus een schoolrooster binnen. En ik denk dat dit nog niet een kloppend rooster is. Want volgens mij moeten er nog bepaalde groepen gevormd worden. En krijg je daar zeg maar weer je rooster op. Want ik heb nu nooit les. Yes. En je zou koken dan? Ja, en even kijken. Nou ja, dit is dus mijn rooster. Dat gele is dus mijn rooster. Dus dit. Maar het is alsnog super weinig. Maar er klopt echt niks van. Want dit kan echt niet mijn enige lessen zijn. Maar we gaan het zien, weet je. We gaan het zien. Het is toch allemaal online. Dus ik vind het allemaal nergens op slaan. Want ik vind online les thuis echt het meest kut wat er is. Ik ga even koken. Zoals je mijn vader net hoorde zeggen. Nou jongens, ik heb net heel erg mooi mezelf geflikt. En opgemaakt. Psych! Je ziet het volgens mij niet zo heel goed op camera, maar ik heb mezelf echt fucking lelijk en fucking dik opgemaakt. Ik had net witte lippen, maar die zijn er af, want ik heb echt een fucking leuke TikTok gemaakt. Ik ben echt super actief op TikTok, dus follow me. Ik ga hem even laten zien, want er staat toch al online als deze vlog online is. Dus ik heb me lekker zitten opmaken en... nu zie ik er zo uit. Ik ben de hele avond zoet geweest met TikTok. Ik heb allemaal TikToks gemaakt, vind ik leuk. En je ziet echt allemaal rare vormen op mijn hoofd. Door deze lamp. Maar ik ga nu even vlog editen. Normaal film ik echt nooit dat ik huil of dizzig ben. Ik zit er echt even helemaal doorheen. Ik heb zojuist een cijfer teruggekregen van haar herkansing. Nou, dat was een 5. Toen dacht ik, kut. Toen dacht ik, oh, ik moet donderdag nog 2 opdrachten maken. Dus ik ga even kijken naar die opdrachten.
En als ik naar die opdrachten kijk, dan wil ik gewoon echt wel dood. Toen besefte ik me dat ik nog een vak moest herkansen, omdat ik die gewoon niet heb ingeleverd. Omdat ik gewoon geen motivatie en geen kracht meer had om het in te leveren. Door corona. En nu besef ik gewoon dat volgende week maandag mijn school begint. En dat het weer wordt zoals het was. En dat het weer allemaal thuis is. En dat ik nu, dat ik zo nooit, nooit mijn jaar ga halen als het zo doorgaat. Ik wil gewoon echt naar school. Want dit thuis lukt me niet. Ik vraag me echt af of ik de enige ben die er zo doorheen zit. Want voor mijn gevoel, zo voelt het echt. Maar ik wil sowieso niet stoppen met opleiding. Want ik vind het wel gewoon leuk. Oh my god, het is inmiddels al 1:15. Hallo. Je ziet het wel. En ik ga nu echt naar boven toe. Want ik heb alleen maar op de bank TikTok zitten kijken. Maar ik ga nu echt naar bed. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag alweer dinsdag. Nou, alweer. Het is helemaal niet alweer. Maar ik heb vanochtend de hele kamer opgeruimd. Want het was één zooi. En ik heb echt nog gedaan, joh. Ik heb nog die witte strips gedaan. Ik heb TikTok geplaatst. En ik heb niet heel veel gedaan. Eigenlijk. Ik heb ook een afspraak gemaakt voor de controle van mijn spiraal. Want ik weet niet of iedereen het weet. Maar ik heb een spiraal laten zetten. Die tegen die tijd toen had ik er niet heel veel over verteld. Want ja, ik had er gewoon geen behoefte aan. Maar tot nu toe bevalt het me heel erg goed. Alleen moet er gewoon even controleren of het allemaal nog goed zit en zo. Waarom ik spiraal heb is omdat ik niet de pil wil slikken. Ik werd heel dik van de pil. Ik werd heel depressief van de pil. Ik vond het gewoon iets kuts. En toen ben ik er een tijdje mee gestopt en het beviel me veel te goed. Dus toen dacht ik, ik wil iets anders dan de pil doen. Ja, ik moet nu even met Isabel meerijden, want haar auto moet naar de maker. En dan moet ik, zeg maar, met haar mee terug. Maar ik zit even te denken, als ik misschien meteen naar de supermarkt weer om wat eten te halen. Nou, ik ga dus nu naar buiten, maar het regent dus blijkbaar. Nou, het regent helemaal niet. Isabel zei dat het regende. Het regent helemaal niet, dus ik kan dit weer af. En dan pak ik even mijn zonnebril, want ik heb dus van die leuke voorplukjes. Maar als je op de scooter zit, waar is die bril nou? Maakt niet uit, ik ga wel gewoon, want nou, ik ben nu Isabel. Hallo. Corona. En ik moet koffie en wilde dus lekker een broodje carpaccio maken, weet je? Want ja, dat is heerlijk. Nou, was er weer geen carpaccio, maar wat er ook lijkt is een beetje rosbief. Als je dat gewoon met een beetje truffel mayo. Ja. Je proeft die carpaccio eigenlijk. Nee, het gaat meer om het vlees en het, ja. Een lekker Italiaanse bolletje. En gaan we pijnboompitjes heb je wel, toch? Ja. En dan is het helemaal prima. We hebben nu een lekker broodje. Nou, ik vind het echt bijna precies dezelfde smaak, jij? Ja. Het is gewoon lekker. Dus tip, als de carpaccio op is, gewoon rosbief kopen. Ja. Oké, ik ben nog niet begonnen aan de schoolopdrachten, maar ik ben wel even alles voor mezelf aan het uitschrijven wat ik nog moet doen voor YouTube en zo en voor school. En even alles op een rijtje aan het zetten. Het gaat natuurlijk gewoon allemaal weer beginnen. En ik ga mijn normale ritme oppakken. Zoals jullie aan de vlogs hebben gemerkt, ben ik ook echt super afwezig geweest. Omdat ik gewoon even met andere dingen bezig was. En even vakantie aan het vieren was. Maar nu is het gewoon weer tijd om aan de slag te gaan. Voor de mensen die het dus niet wisten. Ik wist het niet. Ik heb dus een paar oude schoolboeken hier liggen. En sommige daarvan kun je dus verkopen op StudyShore. En dan kan je dat verkopen gewoon aan hun en dan verkopen het erdoor. Dus ik heb hier een boek die ik nu even ga brengen naar het postkantoor. En dan krijg ik gewoon geld. Ik had er iets van 20 euro, 25 euro zelf voor betaald. En ik krijg 13 euro terug. Dus dat is super chill. En ik heb het niet eens gebruikt. Ik gebruik nooit mijn boeken. Maar ik zie er echt uit alsof ik heb zitten janken ofzo. Ik voel me ook echt helemaal niet moe. En ga ik zo een koffie nemen. Ik heb zojuist een nieuwe SD-kaart ontvangen, want hij was dus kapot gegaan. En ik heb nu een nieuwe gekregen. Dus toen ben ik super blij, want het was toch weer 30 euro. En het is gewoon heel erg zonde als je dat... Ja, ik heb gewoon helemaal een nieuwe gekregen.
Ria nu richting Isabel. Want Indy is er ook. En dan gaan we even dingen bespreken voor samenwerking tussen mij en Labella. En allemaal leuke dingen waar jullie nog niet vanaf weten. Maar jullie binnenkort wel vanaf gaan weten. Dus ja, ik ga even naar Isabelletje. Nou, ik ben nu bij Isabel met Indy en Isabel. Joe. Ja, Isabel, ik en Indy gaan met elkaar samenwerken met Labella en ik. Dus we zijn nu een beetje aan het kijken hoe en wat en hoe we dat gaan doen. En een beetje aan het uitzoeken. Dus het wordt echt heel leuk. Het wordt zo leuk. Oh nee, de kortingscode is nu al. Ja, de kortingscode is nu al bezig. Dus de kortingscode is samenverwoord. Je moet even op Labella kijken, denk ik. Ja. Jullie Insta. Op ons Insta en de webshop zet ik wel een linkje. En dan kan je mijn kortingscode samenverwoord gebruiken. Voor de leukste sieraden van heel Nederland. Ik heb nu ook... Ik heb deze armbandjes om nu. Van Labella. Heel leuk. Die sister is nog niet beschikbaar. Maar die ander wel. En ik heb deze oorbellen in van hun. Ook heel leuk. En jij hebt iets, die kettingen. Deze met slotje. Dit is een losse ketting. En deze zit nou een beetje in de knoop. Oh, maar dit setje kan ik ook omdoen, want deze heb ik ook nieuw. Ja, dit is... Die kun je altijd omhouden. Ja, daar kan je mee douchen alles. Oké. En deze, dit is ook een... Wacht. Ja, dit. Deze. Het is allemaal stenen steel, dus kun je altijd omhouden, jongens. En deze. Ja, en deze. Dus ook stenen steel, kun je ook mee douchen. Dit heb ik echt al een paar maanden om. Het verkleurt gewoon niet. Deze. Ik moet dit proeven. Ja. Ik vind zo lekker. Het is donker. Smaak gewoon naar wijn. Het pak je lekker. Nee, ik hou nu van. Nog iets geweldigers. We hebben Kellogg's. Nee, hoe noem je dat? Fruit Loops. Oh, ik. Ja. Komt uit Amerika. Godver, warme melk? Warme melk? Nou, jij is lekker een beetje zacht. Oké, ik ben echt benieuwd. Zo, wat zijn ze groot. Dat was iets. Echt, hè? Wat een schattig schaaltje. Maar smaakt het echt naar fruit? Ik weet niet, ik heb die in regenboog. Ja, ik wil het even losproeven. Niet de unicorn versie. Mmm. Ja. Mmm. Best wel lekker. Ja. En verschillende kleuren ook andere smaken. Het smaakt een beetje zoeter eigenlijk gewoon. Ja. Ik zou het niet eten voor ontbijt, dat ik denk wel lekker. Nee. Maar het is niet vies. Maar gewoon lekker. Ja. Ik zou het wel eten voor een ochtend. Jij? Ja, ik eet nog geen ontbijt, dus. Want het waait fucking hard! Maar ik ben nu onderweg naar huis. En het is fucking hard aan het stormen. Volgens mij gaat het morgen ook stormen. Ook heb ik van The Easy Scrub dit ding gekregen. En ik ga hier vanavond mijn make-up mee afhalen. En hier kan je het dus aanzetten. En dan gaat het trillen. Alleen net vibrator. En dan ga je zo over je hoofd schoonmaken. Kettingen zijn nu trouwens ook van Labella. Superleuk. Ik ga het even eraf spoelen. Het komt gewoon bijna niets meer vanaf. Wil je hem ook bestellen? Check dan de link in de beschrijving. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En... Het licht ziet er heel raar uit voor mijn gevoel. Ik heb weer deze leuke kettingen om van Labella. Deze is coming soon, maar die XOXO is coming soon. Maar deze andere twee zijn wel beschikbaar. Als jullie het niet wisten, ik heb dus een code lopen. Sarah vervoerd en dan krijg je volgens mij 15% korting. Ik heb nu ook deze hele leuke armbandjes om. Deze oorbellen. Dus check it out. Ik ga nu naar beneden en het is nu 10 uur. En dan ga ik even aan school zitten. En het is echt brokkenweer. Oh my god. Het is echt gewoon het slechtste weer wat je kan hebben. Het is inmiddels 12:15. En ik heb heel veel mails beantwoord.
Ik heb de weekvlog online aan het zetten. Het is super licht. Ik heb even een koffietje op en ik ga vanmiddag werken. En ik heb de afspraak bij de dokter om 2:30. Wow, ik stikte. En ik ben nu bezig met schoolopdracht. Ik denk dat ik hem niet ga halen, maar ik ga zo ver mogelijk komen en dan zie ik het wel. Ik heb echt vlekken op mijn hoofd. Het ziet er zo raar. En nu heb ik allemaal vlekken op mijn trui. Nou, die kan ik ook niet meer aan. Ik moet de regen weer in. Ik moet naar de dokter namelijk. Het is echt fucking hard aan het regenen. Maar ja, het moet. Ik ga maar snel. Het is gelukkig maar 1 minuut rijden of zo. Dus komt goed. Het is inmiddels 4:30. Ik heb die schoolopdracht, denk ik, voor 3/10 af. Ik heb dat ingeleverd. Heb ik toch iets? Kan dat toch beoordeeld worden? Stel zegt, nee, kut idee. Dan weet ik dat ook. En dan kan ik iets anders gaan doen. Ja, zo reuze gewoon half vakantie nog voor mij. Ik ga eigenlijk naar school zitten. Isabel kan me nu ophalen en gaan werken. Het is echt het meest belachelijke weer dat bestaat. Dan ga ik lekker in werken. Heel vaak vragen mensen, waar werk je? Ik werk als bij de apotheek als bezorger. In dit weer. Nou, succes! Nou, ben ik klaar met werk. Ook met Isabel. Mm-hmm. En nu gaan we. Ik naar... altijd zo raar in de vlog. Echt? Ja, nu kan ze. Nou, hoi. Gewoon. Hey! Nee, en nu gaan we naar huis. En, ja, ik heb haar geholpen, want anders was ik eerder klaar. Dus ja. En het waaide heel hard. En het regende, dus Isabel zei: joh, rij maar bij mij mee. En we gaan zo even een drankje bij mij thuis doen met Bo. Bo hebben we super lang niet gezien. Ik kreeg vandaag net nog een comment in een video van: ga je nog eens met Bo? Hoor. Ja. Maar Bo is heel veel aan het werk en zo. En het tikt allemaal, dus die zien we niet zo heel veel. Maar we gaan nu gewoon naar huis, toch? Ja. Oh, ik heb hier nog van die kaart. Ik ga even eten en Bo haalt mij op dan. Oh ja. Ze rijdt toch langs mij. Oh, is ze bij de moeder? Ja. Oh ja. Top. Iedereen vraagt waar jij bent in de vlog. Ja, ik ben er nog. Bo hey, is er nog. We zijn dan met Bo en Isabel. En we gaan lekker theeleuten met mij doen. En mijn moeder heeft gewoon al pepernoten gekocht. En het is fucking augustus. Maar ja, we gaan het wel eten, want ja, het is wel lekker. Morgen allemaal, het is vandaag donderdag. En het is bijna 12:00. Ik ben helemaal klaargemaakt, opgemaakt, ongekleed. En ik ga eigenlijk niet eens per se wat doen. Maar ik had gewoon zin om al helemaal klaar te maken. Ik heb deze leuke kettingen en armbanden om van Labella. Gebruik mijn kortingscode Sarah Verwoerd met korting. En dan kan je super leuke dingen bestellen. Ze hebben echt de leukste sieraden. Ik heb hier ook gewoon mee gedoucht net. Ze verkleuren niet. Echt top gewoon. Armbanden ook. Dan heb ik dit topje aan van Savoel. Jasje van Joints. Riem van H&M. Legging van de Bershka. En de schoenen van Shein ook. Dus dat is mijn outfit of the day. En ja, ik ga even naar beneden koffie drinken. En dan ga ik even kijken wat de dag brengt. Kijk wat jongens, ik heb echt een mega leuke samenwerking weer. Echt. Can't wait om die te doen. Ik heb even een koffietje. En het is super grappig, want één TikTok is echt viral aan het gaan van mij. Heb ik het al laten zien? Hij heeft al bijna 150.000 views. Ik had hem gisteren geplaatst. Volg me trouwens nog niet op TikTok. Het is gewoon Sarah Verwoerd. En ik plaats leuke TikToks. Maar deze is gewoon al bijna 150.000 views. En deze heb ik net geplaatst. Jij denkt ook dat ik fucking één hersen zo. Deze is van gisteren. During sex, you burn as much calories as you do running 5 miles. Something doesn't add up. Who the fuck runs 5 miles in 30 seconds. During sex. Ik vond hem zelf ook echt hilarisch, dus daarom ging ik hem maken. Ik ga echt stuk dat hij zoveel is gelijkt. Of dat hij zoveel is gekeken. Maar er komen echt super leuke samenwerkingen om me aan. En het is helemaal weer vol bezig allemaal. Ik merkte echt dat in de zomervakantie echt overal, alle bedrijven ook echt niet zo erg bezig aan het voeren was. En iedereen is natuurlijk gewoon bezig met zijn vakantie. Maar het komt allemaal weer echt leuk. Thank you.
Volgens mij horen jullie mij ook niet. Maar het waait hard. Right, ik ben weer thuis. Ik ging eventjes wat spulletjes halen. Ik wilde sowieso nieuwe tandpasta. En ik heb tot die van Colgate in de aanbieding was 1 plus 1 gratis. Dus ik heb nu deze twee voor 5 euro. Dus één zo'n ding is 5 euro. En ik normaal altijd gewoon normale. Maar ik wilde dit proberen of dit echt beter werkt. Ik vraag het maar. Dan heb ik even een notebook gekocht voor school. Als ik soms iets op wil schrijven. Ik heb verder ook een jaarplanner gekocht. Want ja, ik wil hier gewoon al mijn dingen voor samenwerkingen en voor YouTube alles in opschrijven en plannen. Want ik ben helemaal het overzicht kwijt en dit is gewoon top. En hij ziet er nog leuk uit. Deze is trouwens van de Primera, was 15 euro. Dit was echt 1 euro van Hema. Dit had ik bij de Kruidvat gekocht. En ik had bij de Kruidvat nog een nieuwe foundation gekocht. Want die van mij is op. En ik heb deze van Max Factor. De kleur golden. Morgen allemaal, het is vandaag vrijdag. En Amee komt zo meteen hierheen. Gaan we een hapje eten. Ga ik daarna Isabel helpen met foto's maken voor haar webshop. Daarna ga ik werken. En vanavond ga ik gezellig een drankje doen. En een soort van uit in een kroegje. Ik heb me opgemaakt. Haar even heel, nou, geveet. Maar het is nog half nat. Dan de leuke ketting van Labella weer om. Ik slaap ermee, douche ermee, net mee gedoucht, alles. Helemaal mooi blijft het. Top, gewoon basic top van de Shein. Van Shein gewoon. En deze broek van H&M. Deze is denk ik niet meer te koop. Ik krijg heel vaak vragen over. Maar die heb ik echt al heel lang geleden gekocht. Een paar maanden geleden. Echt iets superleuks. Ik heb namelijk een nieuw pakketje binnengekregen van Purematic. En ik heb nieuwe strips gekregen. En ik heb deze wel eens vaker uitgeprobeerd. En ze hebben nu een nieuwe smaak. Dus ik ben super benieuwd. Nou ja, dit zijn dus whitening strips. Er zitten 14 behandelingen in en die moet je elke avond voordat je je tanden gaat poetsen of ochtend voordat je je tanden gaat poetsen gebruiken. En dan ja, krijg je dus witte tanden. Hier zitten geen schadelijke stoffen in. Je hebt ook heel veel bleekstrips die echt schadelijk zijn. Dus pas daarmee op. Koop niet zomaar wat. En hierachter kun je ook de ingrediënten checken. Er zitten dus 14 behandelingen in. Op de achterkant staat ook nog een uitleg hoe je het moet doen. Maar ik ga het nu ook gewoon even met jullie doen. En verder heb je hier nog een handleiding erbij. En hier staat het ook al uitgelegd hoe vaak je moet gebruiken en hoe je het moet doen. En hier kan je nog, zeg maar, je before en after mee meten. Oké, ik ga het nu opdoen. Je hebt er een 2 in zitten. 1 voor bovenop je tanden en 1 voor onder. Deze zijn voor onder en deze zijn voor je boventanden. En dit doe je op en dit laat je dan een half uur zitten. Oké, ik ga nu de onderkant opdoen. Dit is echt vet grappig. En dan doe ik nu de bovenkant. Oké. Dit ziet er echt niet mooi uit, maar het zit wel op. Nu laat ik dit 30 minuten intrekken en dan kom ik bij jullie terug. Oké, de 30 minuten zijn voorbij. Dat betekent dat ik de strips eraf kan halen. Ik haal ze eraf en alles wat zeg maar, de rest op mijn tanden blijft zitten, daar poets ik mijn tanden nog een keer mee. Ik haal namelijk vooral dat plastic eraf. Hier ga ik nog even mijn tanden mee poetsen. Ja, mijn tanden zijn gepoetst. Eindelijk heb ik weer super stralende witte tanden. En ik merk echt na 1 keer echt al super veel verschil. Maar als je die strips die hele keer afmaakt, dan is het echt perfect. En daarna kan je af en toe, als je merkt dat het weer wat geler wordt, kan je weer even een strip gebruiken. En dan ziet het er weer helemaal goed uit. En ik heb natuurlijk ook een super leuke kortingscode. Want met Sarah15 krijg je 15% korting. Dus ja, ben je hier opnieuw benieuwd naar geworden en wil je dus ook aanschaffen, gebruik mijn code Sarah15. Linkje staat in de beschrijving. En de code ook, dus check it out. Ach, Ameetje, die hebben lekker boodschapjes gehaald. Heeft ze een steak tartaar gehaald? Nou, ze hebben mij er 1 keer over gehoord. En jullie weten, ik hou daar zo erg van. Ze hebben filet, lekker aardbeidjes, broodje, croissantje. Nou, heerlijk. En ik ben even een video bezig. Nou jongens, ik had net echt het perfecte croissantje ever. Ik had een croissantje, daar had ik Nutella op gedaan en aardbeien. Nou, dat was zo lekker. Dat moet je echt proberen. Kijk dan hoe lekker, jongens. Oeh. We zijn nu bij Isabel thuis en we gaan haar laten schrikken.
we zijn bij Isabel. En we gaan foto's maken. Helpen voor La Bella. Ik heb alleen nog niet opgemaakt. Oh. We hebben net leuke foto's gemaakt voor La Bella. Voor de nieuwe collectie. We zijn nog niet klaar, maar we gaan morgen verder. Oh, we zijn... Ik ben allebei oorbellen, ja. Om Isabel en ik moeten zo werken in het verschrikkelijke kutweer. Ik zie er gewoon echt niet uit. Het lijkt wel gewoon zo'n meisje van 10. Nou, ik zie er ook niet uit. Ik ga sowieso even een dikke trui aan doen met een capuchon. Ik hoop het koud. Ik heb het wel. We gaan wel eens samen lekker eens klaar zitten samen. Mm. Ik heb lekker een lolly. Nou, Isabel en ik zitten in de auto. En we zitten in Isabel, een nieuwe autootje. Ja, super leuk auto van een Ford Ka, toch? Ja, Ford Ka Italia. En allemaal leuke witte details van binnen. Nou, en hij reed super lekker. Ja. Echt een top auto. Echt verbetering. Ja, echt veel beter. Dus dat is echt zo'n koekelik, zeg maar. Ja. Maar we zijn nu onderweg naar werk en het regent zo hard. Dit is echt niet normaal. Oh, dit is denk ik die harde bui. Ja. Dat er stond. Echt verschrikkelijk. We moeten echt vaak werken samen de laatste tijd. Vroeger nooit. Nee, niet wel vaker. Echt vaak samen. En vanavond gaan we lekker uit. Soort van uit hier in de buurt. Ja. Zo, het is inmiddels bijna al 9 uur zo. Ja, het is 9 uur. En ik ben klaar met werk. Ik heb even... Ja, make-up een beetje. Ik heb mijn make-up een beetje een touch-up gegeven. En ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit topje aan van Shein of van Savoel. Deze leuke leren latex legging van Comiket Fashion. Mijn Dr. Martens. En ik ga dit jasje erbij aandoen. Dat heb ik lekker op de grond gekleurd. Want is dit jasje er zo bij. Ik moet alleen even een leuk tasje erbij zoeken. We zitten in de auto onderweg. Oh, I promise you ain't got a 20 bands, let's be honest. Oké, jongens. Het is fucking 6:30 en we zijn nu bij de McDonald's. Ik ben er niet. En niemand wil op de vlog. Iedereen haat mij. En ik heb... We zijn echt, ik zweer het, we zijn gewoon bij de McDonald's, hè? En ik heb kipnuggets en een cheeseburger besteld. Ik heb niks besteld. Hoezo niet? Ik eet gewoon van iedereen mee. Ja, je gaat echt niks van mij eten, hoor. Nee, ik eet van Robbie. Je gaat echt niks van mij eten. Ik ben er niet. Hij eet er niet. Nee, wat heb jij besteld? Een cheeseburger en een visburger. Visburger? Lekker. Ook kip 6. Oh. Nee, doe even normaal. Oh. Doe even normaal. Ik ben toch gewoon een normaal mens. Deze nee. Morgen. Nee, nee, morgen. Nee. Jij moet nog morgen leren. Nou, oh, weet je. Ja. Ik heb morgen gemaald. Het is vandaag zaterdag. Het is kwart voor 5. Ik heb 2 uur geslapen vandaag, want we gingen nee, opnieuw. We kwamen pas 6:30 thuis en toen is Amee om 9 uur gaan hardlopen. Nou, die is helemaal gek. Toen heb ik niet meer kunnen slapen en ik heb een beetje gedoucht en ik ben nu met Amee en Isabel bij Isabel. Vanavond gaan we gezellig met vrienden drinken bij Isabel, bijna naar het woonstel. Maar we gaan nu even drank halen en boodschappen. Ik zit eigenlijk te denken, ik moet wel even weten wat ik thuis nog allemaal heb. Qua eten ook voor het gerecht. Ja, dan moeten we terug. Vomar. Het is inmiddels avond. En we zijn ons aan het klaarmaken. Met Anitje. En ja, ik heb even mezelf gefliekt. En ik heb een superleuk jurkje van Isabel aan. Volgens mij, ik weet alleen niet waar die van is. Superleuk jurkje. En van achter is hij open. Maar heb ik een bralette eronder. En zometeen komen onze vrienden hierheen. Gaan we gezellig wat drinken. En daarna gaan we naar een soort kroeg hier in de buurt wat open is. Want we kunnen niks doen, dus we moeten daar maar weer heen. Ja, super gezellig. Oh, het is zo gezellig. Ja. Het is nog niet half 3, ik ben nog niet klaar. Nee, dit is echt een goed bedankt. Ik heb er echt zin in. Deze
Ja, maar dat dacht ik toen ook. Maar nee, dat is maar... Het is weer hetzelfde. Ja, maar op jou! Wat een jongen! What the fuck? Een jongen komt uit een meiden-wc. Even kijken hoe het eruit ziet. Het is schoon, het is schoon. Goedemorgen allemaal, het is zondag. Ik ben nu bij Isabel. Het is echt al super laat, zo 4 uur of zo. En we gaan vanavond lekker sushi eten. Ik met mijn ouders en mijn oma komt en aan mee. En ik ben nu bij Isabel en ik ga even zo'n lekkere chocoladebol eten. Hey, Jackie, hallo. Schatje. Oh, moppie. Maar ja, ik zit even eten nu. Ja, ik ook nog niet. Alles goed? Ja. Kijk. Het is zondag. Amee heeft een pak aan hoor. Ik heb echt een joggingsbroek en een... Ik kan niet... Nee, maar... Ik zit zo'n 5 uur dicht en nog alles regelen hier. Ik heb alleen maar zulke dingen. Ja. Het is bijna 6:30, dus we zijn een sushi aan het ophalen. Super zin in. Ja, ik heb een zonnebril, jongens, want mijn kop, dat wil je echt niet zien nu, want het is echt verschrikkelijk lelijk. Maar ik kan niet wachten. I love sushi. Oh my god, we hebben zoveel. We hebben deze box erbij gekregen en kroephoek. Ik weet niet hoezo kroephoek, maar... Wat lekker is. Het is echt bizar veel. We hebben hier allemaal rollen en hier een mega box. Maar we zijn wel met mijn oma en mijn ouders erbij, dus... Wel lekker. Oh, wat goed. Nou, ik hoef ook maar. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag maandag. Ik heb gisteren met die vlog afgesloten. Ja, ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Duimpje omhoog. Abonneer. Like, subscribe. You know the drill. En dan zie ik jullie volgende week weer. Bye.